Dit pompstation aan de Holy Single in Vlaardingen werd in november overvallen. De man bedekte zijn gezicht, maar zijn kleding is opmerkelijk. Op vrijdag 27 november 2015, rond 5 uur 's middags, slaat de man toe bij dit Shell tankstation aan de Holy Single in Vlaardingen. Hij loopt via de naastgelegen speeltuin naar het Shell tankstation. Binnen bedreigt hij de medewerker met een mes. Hij klimt over de toonbank en trekt aan de kassalade. Als hij doorheeft dat deze niet open gaat, gaat hij er zonder buit vandoor. De overvaller heeft een slank postuur en is ongeveer 1,70 meter lang. Hij bedekt zijn gezicht met een zwarte sjaal met opdruk. Hij draagt onder zijn donkere vest een geel t-shirt of een gele trui. Verder draagt hij een donkere trainingsbroek met het cijfer 23 erop. Hij heeft deze opvallende schoenen aan. Heeft u tips over deze overvallen? Bel dan 0800 60 70 of meld misdaad anoniem via 0800 7000.